sloot staat en je moet naar de overkant en je hebt geen bootje of zo, dan laat je gewoon een plank vallen. Ratadatada! En dan loop je gewoon naar de overkant. Nou, goh, wat gaat dit goed! Maar hoe groter die afstand van de ene naar de andere oever, hè, die overspanning, hoe dikker die plank moet zijn. Want anders breekt die plank of hij zakt door. Maar dit gaat prima. Moet je de Waal over? Nou, dan heb je echt wel heel wat meer nodig. Nou, het scheepvaartverkeer hier op de Waal bij Zaltbommel moest natuurlijk gewoon doorgaan. Dus daarom moest er zo groot mogelijke overspanning gemaakt worden. Nou, die overspanning is in totaal 265 meter. Maar dat was niet het enige. Want de brug moet ook 35 meter breed zijn om straks al het verkeer erover te laten rijden. Want die oude brug, die ligt dus daar, die is allang veel te smal. Dat horen we iedere ochtend op de radio. Dus deze brug wordt volgens een heel andere methode gebouwd. Hoe zit het nu? Als ik deze plank hier overheen leg en ik ga erop staan, is dat een prima plank. Kijk, hij viert niet door. Maar als ik nou deze afstand groter ga maken. Het is maar goed dat ik geen bouwvakker ben geworden. Zo. Kijk, en ik ga dezelfde plank nemen. Van dezelfde dikte, alleen langer. Buigt hij dus wel heel erg door. Dus dat betekent hoe groter de afstand die je moet overbruggen, hoe dikker de plank moet zijn. Maar dat is ook weer lastig, want dan wordt die plank ook heel zwaar. Dus wat gebeurt er als we nou een holle plank maken? Kijk, dat doen we dus zo. Oké, leggen we die plank erop. En dan gaan we hem vastschroeven. Kijk, en dit buigt helemaal niet door. Goed, wat we nu gaan doen is, ik maak de afstand weer een stukje groter. Kijk, zo. Nou, logisch wat er nu gebeurt. Hij veert, oh, ik hoor gekraak, hij veert door. Dus ik moet er snel vanaf. Betekent dat we hem dikker moeten maken. Goed, je ziet, ik ben al een aardig eind. Dit is volgens mij best wel een goed bruggetje, alleen. Kijk. Hij wiebelt hier dus. En dat betekent dat hij nog steeds, ja, een beetje doorbuigt. Dat moeten we niet hebben. Want ik heb gemaakt. Nu, let op. Wat ik ook doe, hij klapt niet meer dubbel. En dat komt doordat ik deze schoren ertussen heb gezet. Die zorgen ervoor dat de constructie nu heel stevig is. Hij is dus helemaal stram gemaakt, de brug. En hij is dus net zo sterk als zo'n dikke balk. Nou, dit is een brug die je heel vaak ziet in Nederland. Kijk maar. En hij is ongelooflijk stevig. Kijk maar. Ivo is mijn geluidsman. Kom jij er eens bij staan? Houdt hij ook hoor, weet ik zeker. Kijk eens. Gerrit is de cameraman. Kom jij ook even. Gerrit. Houdt hij ook? 3. Houd ze op de brug. Kijk eens.
Nee, dit gaat heel goed. Dit soort bruggen die zijn meestal vrij oud en gemaakt van stalen balken die met klinknagels vastzitten. Maar ik kan nog iets laten zien. Deze weg. We waren dus begonnen met dit. Nou, hè, dat veerde dus door. Hè. Dat kunnen we wel weer verstevigen, maar dat kost heel veel materiaal. Er is nog een mogelijkheid. Kijk. Dit zet ik hier zo bol. Of dat ga ik bol zetten. Nou, kijk, daar staat hij dus bol. En nu kan je gewoon in het midden zitten, zonder dat je er doorheen zakt. Hoe vind je die? Heb ik helemaal zelf bedacht. Die boogconstructie die kennen we al heel lang van oude gebouwen, van de Romeinen bijvoorbeeld, of van kerken. Maar je kan die constructie dus ook gebruiken om bruggen te bouwen. Nou, hieronder zie je, loopt die boog. En het wegdek ligt er bovenop. Dit is de Waalbrug bij Nijmegen. Nou, je ziet hier ook weer die boogconstructie. Alleen ligt de weg er dan niet op, maar hij gaat er dwars doorheen. Dit is ook een boogbrug over de Merwede bij Gorinchem. En de weg die loopt niet overlangs, loopt er ook niet dwars doorheen, maar hij gaat onderlangs. Daarmee komen we bij de hangbrug. En bij hangbruggen wordt het doorzakken niet voorkomen door ze van onderen te ondersteunen, maar het wegdek wordt gewoon opgehangen. Heel simpel eigenlijk. Nou, dit soort bruggen die zien we bijna niet in Nederland, maar we kennen ze toch wel. En hoe? Van Amerikaanse televisieseries. Denk maar eens aan de Golden Gate Bridge bij San Francisco. Dat is een heel mooi voorbeeld van zo'n hangbrug. Hier net over de grens in Duitsland heb je zo'n hangbrug. Dit is de Rijnbrug bij Emmerich. Nou, je ziet aan beide kanten zitten die staalkabels diep verankerd in de grond. En staan gespannen over die pylonen. En dan hangt het brugdek weer met kleinere kabels aan die dikkere kabels. Wat we steeds vaker in Nederland zien is de tuibrug. En dan hangt de brug dus niet aan de kabel die tussen de pylonen is gespannen. Nee, hij hangt gewoon direct aan de pylonen. Dit is een enkele tuibrug in Heusden in Brabant. En je ziet die pyloon in het midden, die draagt alles. Aan beide kanten hangt dus evenveel brugdek. En dan is het geheel mooi in evenwicht. Hij is gigantisch, die nieuwe brug over de Waal bij Zaltbommel. Het is een dubbele tuibrug. Hij is nog niet klaar, dus ze zijn nog druk aan het bouwen. Nou, ik sta hier op een van de pylonen. Daar heb je nog een pyloon. En aan de overkant heb je nog twee pylonen. En daartussen hangt het wegdek. Je werkt bij de bouwdienst van de Rijkswaterstaat. Waarom hebben jullie gekozen voor dit type brug? Nou, we moesten hier een brug maken met een overspanning van 256 meter. En dan zijn er weinig andere mogelijkheden. Bovendien moet je de wal vrijhouden van stallages enzovoorts. Mm-hmm. Die moet helemaal beschikbaar blijven voor de scheepvaart. En daarom hebben we zo'n brug gebouwd die we aan kabels ophangen. Een tuibrug. We bouwen telkens weer een stukje brug uit van 7,80 meter lengte. En dan worden weer kabels aan vastgemaakt. En die kabels die zijn verankerd in die pylonen, dus die houden de hele zaak in evenwicht. En zo kunnen we zonder stijgenwerk in de rivier kunnen we de brugdek bouwen. En dat is een eis vanuit de scheepvaart. Dat je mag geen hinder geven aan de scheepvaart. Nee, maar is dit nou moeilijker om te bouwen? Nou, dit is best moeilijk. Omdat je vooraf alle kabelkrachten moet uitrekenen. Je moet de bekisting precies op de goede hoogte stellen. Want wat je eenmaal gestort hebt, daar kan je niks meer aan veranderen. Nee. Dus je moet hem echt heel netjes aan elkaar vastbouwen. En ook dat de krachten in de kabels ook allemaal beheerst blijven. Dus dat moet je allemaal vooraf berekenen met computerprogramma's. Om te zorgen dat je kabel voor kabel de goede krachten geeft. Je zegt dus dat jullie alles met die computer hebben berekend, maar je moet natuurlijk zelf ook een beetje goed kunnen rekenen. Je moet natuurlijk wel goed kunnen rekenen, maar wat het belangrijkste is
dat je een goed gevoel hebt voor krachten en voor wat er eigenlijk uit moet komen. Want als je alleen maar op de computer vertrouwt, dan kun je goede fouten maken. De computer maakt ook maar modellen en die rekent maar dingen uit. Dus het is heel belangrijk om gevoel te hebben voor constructies en gevoel te hebben voor krachtswerkingen in constructies. Dus dat is eigenlijk misschien nog wel ietsje belangrijker? Dat is belangrijker, ja. Wat gaan jullie met dat oude lor doen? Die wordt gesloopt. Aha. Ja. En dat wordt op zich ook nog een hele klus om hem te slopen. Tussen twee bestaande bruggen in een brug weghalen is een hele moeilijke klus, denk ik. Ja, je kan moeilijk de boel laten exploderen en in de Waal laten vallen. Hoe doe je dat? Dat kan ook wel, maar dan moet je het allemaal weer heel snel opruimen. Hè? Ja. Zeg Cor, hoe vind jij die brug nou zelf? Vind je hem mooi? Ja, ik vind hem wel mooi, ja. Ja? Wat vind je er mooi aan dan? Nou, ik vind hem mooi omdat hij is zo simpel wat vormgeving betreft. Hij is heel duidelijk. Omdat je ziet heel duidelijk hoe of de constructie in elkaar steekt. Mm-hmm. Dat brugdek dat hangt aan twee rijen kabels. En die kabels die hangen dan weer, die zijn weer keurig in die pylonen opgeborgen. En daardoor is het krachtenspel zo heel duidelijk van die brug. En dat vind ik zelf wel belangrijk. Nou, straks is dit dus af. Hè. Heb je nou al zoiets van, zo'n soort brug, die zou ik in mijn leven nog wel willen maken? Nou, in het buitenland daar heb je altijd van die hele mooie bruggen over ravijnen en zo. En over dalbruggen. Ja, dat kun je in Nederland niet maken, maar dat lijkt me wel heel erg leuk om te doen. Van de torens, pijlers van 100 meter hoog en dan zo'n brugdek eroverheen schuiven of zo. Ja, dat geeft wel een kick. Maar dit zijn ook mooie klussen hoor. Dat is echt, Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo'n vaste brug is duur om te maken en neemt heel veel ruimte in beslag. Als je geen van beide hebt, dan maak je een beweegbare brug. Die kan gewoon naar de overkant en met enige moeite kunnen er ook nog wel schepen onderdoor. Zoals hier bij de Munt in Utrecht. Ze maken hier niet alleen guldens, dubbeltjes, kwartjes en stuivers. Nee, ze hebben hier ook, pal in de buurt van de Munt, een aantal beweegbare bruggen. Een draaibrug, een basculebrug, een enkele ophaalbrug en een dubbele ophaalbrug. Het wegdek van de brug, de plank zeg maar, die is nogal zwaar. Die til je niet zomaar in je eentje weg. Er is een oplossing voor gevonden in het evenwicht van krachten. Hoe leg ik dat nou uit? Een stok moet ik hebben. Geef eens jouw stok. Kijk. Deze stok die zet je vast op een soepele as. Mijn handen, hè, dat is dan de as. Nou, aan beide kanten hang je hele zware gewichten. Niet te tillen kunnen die zijn. Maar als die gewichten maar even zwaar zijn, dan is er geen probleem. Want dan kan je vrij gemakkelijk de ene kant naar beneden duwen. Kijk, en dan gaat de andere kant omhoog. Bij de ophaalbrug geldt precies hetzelfde. Dit is het gewicht van het brugdek, de plank. En dit, kom even mee. Dit is het contragewicht, het tegengewicht. Nou, ze zijn allebei ongeveer even zwaar. Hoe gaat de brug open met deze slinger? Mag ik hem slingeren? Ja. Dan ga ik ook weer eens lopen. Hé. Valt wel niet mee hoor, zo'n bruggetje openmaken. Nou, de brug is open. Dat is een klusje wel. Kijk, hier zie je die tegengewichten heel goed, die contragewichten. Zwaar hoor, heavy stuff. Nou, dan gaat het weer naar beneden. Kijk, dit gaat heel wat makkelijker dan omhoog. Het is precies hetzelfde systeem, alleen zit het contragewicht, het tegengewicht, niet boven, maar hier. Hieronder hoor je, het is echt loodzwaar. En als de brug open gaat, dan draait het zo bier de kelder in. Gaan we nou eens even kijken. We'll be right back.
evenwichtsgewicht is iets anders. Je houdt zichzelf in evenwicht in het midden. Omdat de ene kant is precies even zwaar als de andere kant. En hij draait niet om een horizontale as, maar om een verticale as. En die zit precies in het midden van de brug. Dus ongeveer ter hoogte van die lantaarnpaal. En we gaan nu draaien als het goed is. Maas-Waalkanaal bij Weurt. Weurt ligt daar, Nijmegen ligt aan de andere kant. Hier wordt ook weer gewerkt met evenwicht van krachten. Want dit brugdek kan dus geheel opgetild worden. Ik ga nu ook zo heel langzaam omhoog. Het is dus vrij zwaar, dus je moet ook weer contragewichten hebben. Nou, hier loopt dus een katrol over de top van die pylonen met eraan een kabel waaraan die contragewichten hangen. Nou, nu, zoals de brug nu omhoog gaat, gaan die contragewichten heel diep die kelder in. En die contragewichten die zijn dus precies even zwaar als dit wegdek. Dus evenwicht van krachten en kan het heel makkelijk bewogen worden. Ophaalbruggen zijn niet altijd oud. Hier in Haarlem, over het Spaarne, ligt een nieuwe ophaalbrug, de Lange Brug. Het is een beetje een eigenaardige brug. Toch is ook hier het principe hetzelfde. Het gewicht van het brugdek, het contragewicht. Kortom waar het om gaat, evenwicht van de krachten. Dan kan je het makkelijk bewegen. Altijd bij bruggen bouwen, maar ook bij constructies, bij materialen. Je kan alles maken, bouwen, doen, wat je maar wil, als je maar de wetten van de natuurkunde respecteert. Ik bedoel maar, een steen valt nooit omhoog, nee, altijd naar beneden. Jij bent zelf een brug. Tenminste, als je op handen en voeten gaat staan, dan is je rug, dat is het brugdek, en je armen en benen, dat zijn de pijlers. Hartstikke stevig, zo val je nooit om. En zo doen de meeste dieren het dan ook. Op vier poten staan. Alleen de mens, die is zo stom om op twee poten te gaan staan. Met het gevolg dat hij inzakt en uitpuilt. Meet jezelf maar eens na. 'S Avonds ben je na een hele dag staan een centimeter korter dan 's ochtends. En dat uitpuilen, ja, dat zie je vanzelf. Dus ze zeggen dat de mens zo handig is geworden omdat hij op twee poten staat. Maar voor mij is hij hartstikke stom. Je koopt toch ook geen stoel met maar twee poten?